Ronald Gephardt. Ooit stond ik met mijn destijds 4-jarige zoon in een rij bij Schiphol te wachten bij het inchecken. Mijn zoontje zat op mijn schouders en trok aan mijn haren. Beetje speels, vrolijk. Stop daar eens even mee, zei ik na een tijdje. Waarop mijn zoon, oké, papa, zei. En met een piepstemmetje ontwapenend aanvulde. Godverdomme! Omstanders moesten lachen. En toen hij doorhad welke reacties dit woord bij volwassenen ontlokte, bleef mijn zoon maar doorgaan. Godverdomme, godverdomme. Ik vind het ook een heerlijk woord. En dat heb ik altijd gevonden. Je durft het in deze tijden bijna niet meer toe te geven, maar vloeken voor de lol kan erg aangenaam zijn. Ik weet nog de opwinding die als mijn vader, godverde, godverde, godverde. Dat deed hij niet vaak, maar als het gebeurde, dan rolden wij schaterend over de vloer. En zelf kon ik me ook in slaap wiegen met dat woord. Mijn moeder godverdomde ook, maar op een ander niveau. In een paar jaar tijd raakte zij volledig verlamd. Ze had toen dezelfde leeftijd die ik nu heb. En het enige dat haar een klein beetje verlichting gaf, haar enige uitlaatklep, was af en toe eens een luid en getergd godverdomme roepen. Specialisten, taxichauffeurs en ambtenaren die het haar lastig maakten waren godverdomme ze klootzakken. En alle kenaus, vervelende verpleegkundigen en luie ziekenhuisdiëtisten, godverdomme rotwijf. Ik had geen probleem met het gegodverdomme van mijn moeder. Sterker nog, ik werd ook echt een godverdomme fluisteraar. Ik kon aan de minieme klemtoonverschillen in haar godverdommens horen hoe de vlag erbij stond. Godverdomme. 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 Verontwaardigde stilte. Damme. Dit weekend bestond de Bond tegen Vloeken 100 jaar. En dat werd gevierd. Maar de Bond had wel een enorme kutweek achter de rug. Want uitgerekend naar het tv-programma Gevaarlijkste Wegen was de mailbox van de anti-vloek-taliban volgelopen. In dat programma was te zien hoe acteur Ferry Doedens en een schrijver, ik geloof dat ik het zelf was, in Albanië over onverharde wegen langs diepe ravijnen reden. Om onze doodsangst een klein beetje te bezweren hadden we wat onschuldige woorden als kutje plofkip, kutje braadslee, kutje frituurvet en kakker de kak geroepen. Weet ik wat ik roep als ik oog in oog sta met mijn schepper? De Bond tegen Vloeken kreeg vele reacties op zoveel onwelvoegelijkheid en noemde het een vocabulaire verloedering. De club vroeg terstond op hoge poot een gesprek aan met BNN, want dit soort verbale vuilnis zijn ze, en dit zijn hun eigen woorden, spuugzat. Ik vond het door Dudens gebruikte omschrijving kutje plofkip eigenlijk wel grappig moeten bekennen. Een woord is een woord, en hoe kan een woord schuldig zijn? Een uitdrukking als godverdomme is wat taalkundigen een interjectie noemen. Een tussenwerpsel, een krachtterm, een bezwering. En volgens sommigen vindt God het niet prettig als wij dit soort dingen zeggen. Stel nou eens dat dat waar is. Dat God bestaat en dat hij het vervelend vindt als zijn naam ijdel wordt gebruikt. Dan lijkt mij dat een probleem tussen degene die dat woord heeft gezegd en God. Toch zijn er in ons land mensen die God blijkbaar niet vertrouwen en blijkbaar liever zelf de oren van God spelen en, zoals ze zelf zeggen, vuilnismannen van de taal willen zijn. Wij van de Bond tegen Vloeken, zei een woordvoerder zaterdag in het Algemeen Dagblad, blijven ons inspannen omdat we nog altijd geloven in beschaving. Aha, met andere woorden, mensen die creatief proberen hun angsten te bezweren met wat vrolijke onschuldige interjecties, zijn niet beschaafd. Gelukkig is er in dit beschaafde land ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting, en daar hoort vrijheid van vloeken bij. En daarom gewoon nog één keer, omdat het zo lekker is en zo bevrijdend en zelfs troostend kan werken en zo heerlijk onbeschaafd is. Godverdomme!